Laurens Bedum, Laurens Bedum, Laurens, Laurens, Laurens Bedum, Laurens Bedum, Laurens Bedum, Laurens, Laurens, Laurens. Ja, ben je ontspannen zo je laatste wedstrijd? Weet je trouwens waar Jos is? Wat? Waar Jos is? Waar Jos is? Ja. In Bijbel-Amazon? Ja, weet je waar die zijn? Nee. Die zijn wel een pontje gegaan. Oh man. Die staan op de boot nu. Echt waar? Ja. Maar er zit Jacqueline bij en Jelle zit erbij. Dus we hebben in totaal 5 spelers nu. Hé, maar wat ga je dan zo meteen doen als die meiden er niet meer zijn? Ja, huilen denk ik. Nee, ik weet niet. Ah. Oh, je krijgt spijt, jongen. Tuurlijk. Laat je al die talenten laat je achter je. Achterin staat en de groep aflopen, wat doet de slipper dan? Die gaat juist naar voren. Als wij in de rally zitten, wat dan? Juist, dat wil ik vandaag zien, dat is de laatste keer dat het kan. Dus ik wil vandaag zien dat als zij in de rally dat wij kunnen switchen, gaat de slipper binnen aan van de buitenlangs. Nou, die dingen wil ik zien. Geweldige redding. Kerk! Okay.
aanval, dat kan een keer gebeuren. Tippen met. En ik denk, oh, hij is niet lekker. Ik ga uit alle macht de bal slaan. Dan moet ik tegen de achtergrond weer komen. Nee. De vorige keer was hij 6-0 af te spelen. Dat klopt. 6-0 Stel nog intelligente vragen. Kan ik je stellen? Die kan jij alleen stellen. Hoe moet je vragen, hoe voel je je nou? Hoe voel je je? Oh, ik voel me heel trots. Nee, echt. Nou, ik heb nog niet gerealiseerd dat de laatste wedstrijd was. Het komt later, denk ik. Ja, oké. Okay.
Kijk nou joh! Roze! Dank jullie wel. En zelfs Laurens goed geschreven. Ja, hij is dan nog gevaarlijk. Nee, super bedankt. Maar hallo, sta je wel de ouders gewoond? Oh, slijmen. We hebben ook een cadeau voor je. Dus mes. Namens alle ouders. Wij zijn leuk. Alsjeblieft. Dank jullie wel. Oh, dat lag in de koelkast. Ja, ja. Nee, dank jullie wel. En een mes. Dat is ook een cadeaubon. Ja, ook nog. Ja, ik heb het gezien. Doe ik er ook bij? Nou, hoe zou ik hem snijden? Zo? Ik zou het zo proberen. Ik wil best wel eens een keer zo eten. Oké. Iedereen hem gezien? Want ik ga hem nu snijden. Hè? Foto! Oh, mag ik even op, Laurens? Wacht even, want ik wil nog een foto. Ben je er klaar voor? Wacht even. Ja? Nou. Wordt leuk ook op de film, dit. Oké, wel. Hij schiet vol. Arme man. Nou zijn we met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25. Dat gaat niet lukken, denk ik. Jawel nog. Ja? Ik heb geen idee wat er zijn. 15. Voor instellen heb ik het opgegooid en anders dan pech. Nou, het is toch maar 15 stukjes, hè? Het is wel echt super mooi. Merk je ook dat trouwens op de taart al geen sneeuw? Het lijkt gewoon op toch niet auto. Dat is wel weer waar. Heb jij weer gelijk. Ik vind hem ook jouw scherm. Oh, oké. Oh, kijk. De NS jongens, die wil de NS zo meteen. Wie reist er met de trein? Ik heb. Nou, NS, alsjeblieft, heb je hem. NS. Laurens bedankt! Laurens bedankt! Laurens bedankt! Laurens bedankt! Laurens bedankt! Dankjewel! Laurens bedankt! Laurens bedankt! Laurens bedankt! Dat zijn jij. Doe maar. Heel leuk, want ik heb nog wel steeds Hey Laurens, wanneer ga je nou speechen? Want ik heb nog maar 2 minuten video. Nou, maar een speech, hè? Ik heb mijn speech al gehouden vooraf, toch? Ja, nou wij hebben niks gehoord. Oh, je wil nog een officiële eindspeech? Ja. 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 Oh, die ga je ook filmen? Ja. Ik heb een hele korte eindspeech. Maar ik heb nog 2 minuten lang. Ik ga even ook filmen. Ja, mijn moeder weet het ook. Oh. Nou, jongens, even allemaal luisteren. Ze leest het op van de telefoon als een modern kind. Ze gaat hem ook filmen. Oh. Ja? Allemaal stilte. Ik heb nog 2 minuten, Laurens. Dames. En vooral dames, trouwens. En een paar heren, ouders, iedereen verder. Super bedankt voor de cadeautjes. En ik heb 3 seizoenen volgens mij gedaan. Misschien iets langer, ik weet niet meer helemaal zeker. We hebben 3 seizoenen ontzettend leuk gehad. We zijn denk ik 2 keer kampioen geworden, 2 keer gepromoveerd. Dus we hebben het ook hartstikke goed gedaan. Jullie hebben ontzettend veel geleerd. En dat is echt zo, daar ben ik echt trots op. Voor mezelf ook, dat ik jullie zoveel geleerd heb. Maar ook dat jullie heel veel geleerd hebben, dat natuurlijk ook allemaal. En ik hoop voor de rest van jullie volleybalcarrière dat jullie nog uiteindelijk bij mijn dames 1 terechtkomen. Als ik er dan nog zit. En als ik er niet zit, ook gewoon een dames 1. En dan ga ik jullie gewoon aanmoedigen. Nee, dat niet meer. Dus veel succes nog zonder mij. En ik ga jullie echt missen, ben ik serieus. Yay! Laurens bedankt! It's the end of the world as we know it. Life is